Ah, kijk eens, lekker. Lekker espressootje. Fantastico, grazie. Ah, lekker. Beetje suiker voor me? Beetje suiker voor je? Ja joh. Je drinkt toch helemaal geen suiker in je espresso? Nee, ja, maar ze gooien tegenwoordig overal suiker in, hè? Dus ik dacht, moet je dat ook maar eens proberen? Espresso met suiker. Nee, geen goed idee. Dan verpest je de hele smaak. Wat dan? Ja, dan verpest je de hele smaak. Dan proef je toch niet meer wat je zit te drinken. Niet doen? Nee. Nou, vooruit. Nee. Drink hem zo. Ja. Heerlijk. Espresso met suiker. Oh, nee, je hebt gelijk. Zo is hij eigenlijk veel lekkerder. Water maar waarom begin je en nou... koffie. Ja, waarom begin je nou over suiker eigenlijk? Kijk, heel veel mensen vragen aan ons waar, als je vers pizzadeeg kan kopen, ja, waarom zou je het dan zelf maken? Dus ja, ik wil eigenlijk in dit filmpje, willen we gewoon even laten zien en proeven en ruiken, wat is nou het verschil tussen al deze soorten pizzadeeg? Uit hoeveel ingrediënten bestaat goed pizzadeeg, Stefan? Het is een hele moeilijke vraag. Makkelijke quizvraag. Vertel. 4 of 5? 4 of 5. En ja, dat zijn? Bloem, water, gist, zout en olijfolie. Dus als je dus in de winkel komt en je koopt dus vers pizzadeeg, kan het maar zo zijn. Ga jij tellen? Oké, dan gaan we. Ga jij tellen, ja? Oké, komt. Ja. Ingrediënten. Tarwebloem, water, raapzaadolie, pakpoeder, E450, E500, tarwezetmeel, olijfolie. Heb je nog vingers over? Acht. Ja hoor, komt-ie. Nog een keer bakpoeder. Dan gaan we naar dextrose. Oh, daar is die. Maisbloem, meelverbeteraar, ethylalcohol, zout, zuurteregelaar, citroenzuur, bakkersgist, emulgator, door de EU goedgekeurd. Hoeveel had je er? 18. 18. Smakelijk eten zou ik zeggen. Yum, 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 yum. We hebben dus deze. Dus dat vind je in de koeling van de supermarkt. Ja. Geen bolletje. Geen bolletje. Uitrollen, klaar, bakken. Ja. Staat op 220 graden ongeveer. Oké. Okay. Dus die is wel echt gedacht voor de elektrische oven dan, hè? Ja, 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 precies. Dus die gaan we proberen. Vanuit de groothandel verkopen ze deze. Mmm. Is ook wel interessant wat daar allemaal in zit. En we hebben die pizzabollen gemaakt door een partij die dat op de Napolitaanse manier maakt en ook vers verkoopt en dan wel ingevroren verstuurt. En je hebt zelf gemaakt. Ja. Ja, zeker. Ja. Dus hoe verhoudt zich vers gekocht pizzadeeg, bijvoorbeeld gekocht pizzadeeg, tot eigen gemaakt pizzadeeg? Proef je het verschil? Zie je het verschil? Ruik je het verschil? Wij gaan het proefondervindelijk ondervinden. Ondervinden. Ja. Ik vind het wel eerlijk om ze misschien even ja, allemaal dat is heel af te goed, gaan. Heel goed, heel goed. En dat we in ieder geval weten waar we het over hebben. Ja, dus dat waren er 18. 18. Lekker bezig. Oké, ga jij weer tellen? Ja, ik ga weer tellen. Ik heb hier het etiket van de bevroren pizzadelen van de groothandel. Ja. Ja. Komt-ie. Tarwebloem. Meelverbeteraar, ascorbinezuur, dus dat is hetzelfde. Ja. Tarwe moutmeel. Ja. Water. 4. Het zal je niet verbazen. Suiker. Gejodeerd zout. Ja. Gist. En sojaolie. 8. Het zijn al 10 minder. Ja, 10 scores, minder. Score is al heel stuk beter. 10 minder, 3 te veel. Ja. Ja. Oké, en die? Ja, deze. Ja, dat staat er niet op het ja, staat er bakje. Wel op. Oh, staat er op het ja, bakje? Ja, staat er zeker op. Keurig. Nou mag jij tellen. Oké. Okay. Bloem, water, gist, zout. Ah, daar hou ik van. Geen olijfolie? Nee. Nee, oké. Okay, nee, 4. Nee. Dus die is echt op de authentieke manier gemaakt. Ja. Ah, zo wordt die ook verkocht, hè? Ja, en volgens mij maken ze ook gebruik van bier. Ja. Dus een voordeeg en dat ja, het is leuk om prima. Ben benieuwd. Weet jij zo, nog een enquêtevraag. Ja, ja. Weet jij zo wat het kost per pizzabol om een eigen pizza te maken? Pak je bloem kost ergens tussen de 2,20 en 2,50. Beetje afhankelijk van de soort. Nou, je haalt 6, 7 pizzaatjes uit een kilo bloem. Ja, dus je zegt ergens rond zeg 30 cent. Ja, denk iets meer. Ik. Ja, dan zeggen we 50 cent. Laten we zeggen 50 cent. Dan heb je je pizza bodem. Ja, ja. Klaar. Deze, als ik me niet vergis, was die 2 euro. Heb je 1 pizza. 1 pizza, maar wel een iets groter. Want die is denk ik voor een bakplaat bedoeld. Deze is 400 gram. 400 gram. Dus eigenlijk bijna 2 pizza bodem. Oké, okay, maar dat is 2 euro. 2 bolletjes. Ja. Deze heb je er, voor 33 euro heb je er 54. Oké. Okay. Wow, dat dus het is, klinkt goedkoop. Ja, dat klinkt goedkoop. Die zit onder de euro ruim, dus ergens rond de 70 cent uit mijn hoofd, als ik het nog zo snel moet uitrekenen. Rond 70 cent per pizzabol. Oké. Okay. Komt in de buurt. Die? Wat denk je? Nou, nah, die zal iets duurder zijn, denk ik. Het is prijzig. Ja, is die inclusief thuisbezorging. Ja, ja. 20 euro voor 6 bollen.
20 euro voor 6 bollen, inclusief de verzendkosten. Ja. Oh ja. En het werd heel netjes aangeleverd, dus bevroren, okay. Ja. Netjes gekoeld, thuis bezorgd, dus dat was goed verzorgd. Ja, maar dat is... 3 euro? Ja. Per pizzabol. Per pizzabol. Vrij prijzig. Ja. Ja, je betaalt ook goed om... Maar je koopt comfort, hè? Dat is ook wat we nu gaan testen, toch? Ja, maar de hamvraag is, proef je daadwerkelijk het verschil? Juist. En dat gaan we maar eens even proberen. Die is interessant. Dus we hebben bolletjes laten ontdooien. We gaan deze gaan we bakken op 250 graden ergens. En die op de Napolitaanse manier, deze ook. Ja. Om eens even te kijken, kunnen wij dan wel blind, dan wel gezien, zeg maar, het verschil proeven? Ja. Heb ik nog mijn eigen traditionele 24 uurs deegrecept gemaakt gisteravond. Dat deeg is ook hier. Dus we hebben een paar bolletjes. Vier? Waar we... Vier ingrediënten? Ja. Bloemzout, bloemmatig gistzout. Ja. Keurig. Ja. Vier ingrediënten, 24 uur deeg. Dus die kunnen we er nog naast zetten. Schot voor de boeg? Voor mij wordt de crux met name de suiker. Als ik suiker proef in deeg, dan proef ik het meteen. En dan, dat is zo'n smaak waarvan je denkt, ja, daar is die weer. Suiker. Ja. Ah, en ik hou er niet van. Daarom drink jij ook altijd espresso zonder suiker. Ja, lekker zwart. Chin-chin. Andiamo? Zeker, daar gaan we. Aan de slag. Aan de slag. Uit de supermarkt. Uit de supermarkt. Uitgerold. Ja. Wat hebben we hier? Het bevroren van de groothandel. Oké. Okay. Dus deze hebben we dus laten rijzen. Hoe lang hebben we die uit de koeling? Die heb ik vanochtend uit de koeling gehaald. Ja, dus gisteravond uit de vriezer. Ja, gisteravond uit de vriezer. Dus een nachtje in de koeling gehad. En dan van de ochtend tot nu, dus een half dagje. Als mooi, bolletjes. Oh, die voelen lekker op kamertemperatuur. Ja, ja, mooi. Super. Oké. Okay. Nou, dan is dit de pizzabol van de... online specialist. Ja. Ook gisteravond uit de vriezer gehaald. Ja. In de koeling een nachtje. Ja. Nog wat weer op kamertemperatuur laten komen. Hetzelfde procedure. Oké. Okay. We hebben ze alleen dus uit die plastic bakjes hebben ze zo omgekeerd in een deegkratje. Dat is wat we gedaan hebben. Ja. Want dat doet iedereen thuis. Deze van de groothandel, daar zag ik op de doos staan 48 uur deeg. Oh ja. Ja. En die van de supermarkt staat volgens mij daar geen enkele indicatie op. Nee. Geen flauw idee. Nee. Heb jij iets gehoord of gelezen over de online specialist? Ja, zeker. Dus het is ook 24 uur deeg gemaakt, dus met een voordeeg. Ja, en dit, is dan, 24 dit is dan het 24 uur deeg Stefano. Van Stefano. Ja. Prima. Oké. Okay. Kunnen we gaan bakken. Deze bak. Daar zijn we. 4 pizzaatjes verder. Daar liggen ze. Lekker. De plaatpizza van de supermarkt. Sausje erop. Rond de 300 graden afgebakken. Ze lag er niet al te lang in, hè? Nee, ging best snel. Ging best snel, Maar iets warmer gebakken dan de supermarkt voorschrijft. Maar... dat is waar, ja. Prima. Gaar is die. Ja. Zo is het. Dan hebben we hier van de groothandel. En dan het... De authentieke Napolitaan. Ja. Ook lekker warm gebakken. En dan het eigen directe deeg. Eigen directe 24 uur deeg. Wat valt u op? Ik denk te zien dat de pizza waar suiker in zit, daar zie je dat de Napolitaanse luipaardprint, het is die mooie zwarte spikkeltjes in het deeg, die krijg je dan eigenlijk niet. Ja, als ik het zo zou zien liggen, zou ik eerder zeggen dat het bladerdeeg is dan gewoon deeg. Ja, ja, en ik denk dat ik daar zie dat het ook indirect deeg is. Okay. Dus dat die ook heel hoog in de lucht komt, zeg maar. Hè? Napolitaanse ook warm. En dat misschien wel een klein verschil is ook met die. Ja. Hoewel je ook nooit weet waar dat verschil precies zou hem ook in het water kunnen zitten. Ja, want we weten natuurlijk niet hoeveel water in deze zit. Nee. Ons eigen deeg was 62% water. Tijd om te proeven, denk ik, of niet? Zou ik ook zeggen. Ja. Laat maar doen. Goed. Met die beginnen? Ja, lekker. Gaar. Ja, gaar, sowieso. Je ziet wel dat hij niet zo heel veel volume ontwikkelt, hè? Doe me een beetje denken aan een soepstengel. Oh, ik vind er heel chemisch smaakje aan zitten. Abba. Oh, sorry. Nee, dit... Sorry. Dat wordt hem niet, hè? Nee, dat kan je... Oh, het blijft ook in je mond hangen. Stefan is er heel duidelijk over. Dit doet me echt niet om overdreven kritisch te zijn, maar dit is als je vers deeg gewend bent, dit is gewoon echt niet lekker. Ik ben het een beetje eens. Ik ben misschien iets wat... Ja? Ja, jij vindt hem lekker? Milder qua mening. Nee, maar kijk, als je niet beter zou weten... Met die bijsmaak eraan. Beetje bijsmaakje. Echt, echt chemisch. Snel door naar de volgende. Ja. Het groothandel. Groothandel. Stuk meer lucht dan bij, als we dan vanaf daar komen. Meer. Ik proef denk ik wat ik ook al merkte tijdens het stretchen. Het is een beetje kauwgom. Maar dat is wel een grote stap voorwaarts. Veel lichter. Lichter. Ja, het smaakt wel echt meer naar deeg, zeg maar. Maar je proeft wel heel duidelijk de suiker. Ja, ik wou het niet zeggen. Maar die proef ik ook. Hij is heel zoet.
Ja, dit is echt duidelijk een espressootje met suiker dit. Ja. Ken je van die melkbroodjes? Mm-hmm. Beetje dat idee. Dus zo brioche-achtig. Brioche-achtige zoetigheid in je mond hebben. Ja. De meeste mensen gaan daar wel goed op suiker. Mm-hmm. Maar zoals Steven altijd zegt, suiker is vals spelen. Waarom? Wat meestal gebeurt is dat er suiker toegevoegd wordt om eigenlijk het rijstproces om daar een beetje te beknibbelen. Dus om de gist extra hard aan het werk te krijgen, rijsttijden te verkorten en uiteindelijk wel heel mooi luchtig deeg te creëren. Maar dan vraag ik me dus af, 48 uur deeg staat op de doos. Ja. Waarom zou je er dan suiker in doen als het toch 48 uur ligt? Ik denk dat het met de conservering te maken heeft. Ja, ja precies. Ja. Op naar de Napolitaanse specialist. Ja. Het is wel echt Napolitaans geworden, zie je? Ja, lekker, luchtig. Lekker luchtig. Slap, in die zin dat hij wat doorhangt. Geen bijsmaak. Nee. Hij is wel iets zouter, vind ik, dan die andere twee. Maar Napolitanen doen er over het algemeen best wel wat zout in, hè? 3%. Het zou ook best zo kunnen dat dit 3% heeft. Hiervan zou ik door willen eten. Ja. Ja, ik kan niks van zeggen. Dit is gewoon goed. Maar ik ben heel benieuwd naar het verschil met jouw deeg. Hetzelfde, mooi gaar, lekker luchtig. Hij is iets donkerder gebakken, hè? Ja. Je hebt minder zout dan die. Minder zout, ja. Wou ik ook zeggen. Napolitaans is iets taaier. Qua smaak is er heel weinig verschil. Maar qua bloemsmaak, qua deegsmaak, zeg maar, zit die heel dicht heel bij elkaar. Ja. Ben benieuwd of we die blind. Ja, dat wordt de volgende leuke stap inderdaad. Jij eerst? Oh jee. Prik er eentje op. En dan mag jij gaan bepalen welke het mogelijk is. Het is in ieder geval een van de twee Napolitanen. En als ik het nu zou moeten zeggen, is het de Napolitaanse specialist. Oh, 100 punten voor Stefano! Lekker hoor! Oh, die heb je goed. Idee. Nou, dan komt de volgende. Oh, nem. Die hoeft hij niet. Next please. Dat was de supermarkt plaatpizza. Goed, kom die. Ik had mijn tanden er nog niet eens doorheen. Deeg die Stefano. Ah, die Stefano. Ja. Proef je nu ook met. Hier komt de volgende weer. Nou, ik dacht even, misschien heb je me getrukt en stiekem een ander puntje erop geprikt. Ja. Want ik ken jou een beetje. Ik proef echt een beetje dat broodachtige en het zoete. Dus dit moet wel echt de groothandel zijn. Ja, dat heb je goed. Ik dacht nog even aan om je te trucken inderdaad. Chapeau Stefano. Grazie. Yeah. Nou, your turn. Ja. Ja, ogen dicht. Ja, heb ik. En dan mag jij gaan prikken. Ik proef geen zoetje. Ik weet ook zeker dat het niet de plaatpizza is. Dus dan blijven er twee van de Napolitaanse stijlen over. Proef ik minder zout dan ik had gedacht. Stefano deeg. Oh, dat is heel netjes. Ja? Ja, dat is heel netjes. Echt heel goed. Grappig, nu ik zo met mijn ogen dicht heb, zit ook nog een klein zuurtje in. Oh, ja. Je was al verder dan ik. Nou, dank u. Ja. Duidelijk. Ja, die was duidelijk? Ja. Oké. Okay. Blaren weg. Ja, kan maar zo. Chemisch. Oh. Ja? Ik proef het gelijk, dat je dat brioche-achtige zoetigheid... Ja. Het zit gelijk op je tong, zeg maar. Uh-huh. Maar kan niet missen. Jij zegt? Ja, zeker. Van de groothandel. Ja, groothandel. Ja, ja. Die is ook correct. Nou, ga je me nog trucken, ja of nee? Ja, dat is wel een beetje oneerlijk. It's a mind game. Dat is een beetje oneerlijk. Weet je wat te doen? Nou? Gewoon eens leuke extra. Je krijgt nu de vierde. Mm-hmm. Waarvan je dan weet welke het is, denk ik. Ja. En dan geef ik je daarna nog eentje. Oh ja. Heel dun reepje met een beetje saus. Boah, moeilijk. Het is een van de Napolitaanse stijlen. En ik zou zeggen, de Napolitaanse specialist. Zo, very good. Ja! Ja. 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 Nou, nog eentje om het af te leren dan. Ja, doe eens. Mooi. Lekker hoor. Impasto di la Stefano, hè? Sì! Molto bene, Stefano. Hoe heb jij deze twee nou vooral uit elkaar gehouden? Want deze zaten dicht bij elkaar. Heel dicht bij elkaar. Ah, het is echt minimaal. Ja. Als ik die twee zou hebben, zou ik ze geserveerd zou krijgen, zou ik allebei heel blij zijn. Tevreden. Helemaal dik tevreden. Ja, grappig. En jij? Wat proefde jij met name het zout. Ja, het is meer dan 2% zout.
Dat kan bijna niet anders. Ja, en wat jij ook al constateerde, weet je, de extra smaak of een beetje het brioche broodachtige, ja, die heb je het zoetere, er zo uit. Ja, dat pik je er heel snel uit. Ja. Zou je hiervoor vallen als jij dus nu de volgende keer pizza bakt? Wat zou jij doen? Nou, ik kan me ergens wel voorstellen dat iemand het idee heeft van, oh, dat is lekker makkelijk, dan krijg ik de bolletjes thuis. Okay. Ja. Ja, en ik denk dan, ja, met een pakje bloem en een beetje deeg maken, als je dat één keer een klein beetje in de vingers hebt, dan ja, voel ik meer ruimte om het op mijn eigen manier te doen. Ja, dan. Ja, deze heb ik toevallig met de hand gedaan, omdat het een wat kleiner receptje was met maar 500 gram bloem voor 3 bolletjes. Dus deze heb ik gisteravond met de hand gekneed. Maar ja, dan is het een kwestie van, je hebt een bol deeg, die leg ik in een bak en die laat ik gewoon de hele nacht laat ik die overstaan. Tot vandaag. Nou, we wisten ongeveer dat we net na de lunch bolletjes nodig hadden om pizza's te bakken. Dus vanochtend in de ochtend, uurtje of 9 of 10 of zo was het, denk ik, heb ik opgebold. Het is best een lekker warme dag vandaag. Nou, dan heb je 4 uurtjes later perfecte bolletjes. Maar wat heel lekker is, als je sportende kinderen hebt, onregelmatig werk, noem het allemaal op. En je hebt al die bolletjes lekker in de vriezer hangen. Ja, en dan zeg je morgenavond heb ik geen tijd om pizza of te koken of wat dan ook te maken. Dan heb je wel zo'n bolletje uit de vriezer, zet je in de koeling en je bent heel snel klaar. Als je dit eet in plaats van een diepvriespizza of in plaats van dit wat uit de koeling komt, heb je al een hele wereld gewonnen. Ja, dan heb je zo significant lekkerdere pizza. Want... Maar dit zou je dus ook zelf kunnen doen. Want als je dus zelf je eigen deeg maakt en je hebt van die kleine deegbakjes die bestaan, dan hebben we ook in de shop. Ja. Vervolgens doe je al die bolletjes erin in de vriezer. En dan kan je ook zelf mee. En wanneer stop jij ze dan in de vriezer? Aan het einde van het rijstproces. Dus als niet, niet als het deeg helemaal ontploft is, maar als je op 3/4 van het rijstproces bent of zo. Dan stop je ze in de vriezer. Wat volgens mij anders is dan deeg van de groothandel. Want toen we die bolletjes binnenkregen, jullie hebben het aan het begin van het filmpje kunnen zien, vrij kleine bolletjes. Ja. Die worden gevriesdroogd. Gaat allemaal een stuk sneller. Hè? Dus dat deeg wordt gemaakt en meteen bevroren. Dat krijg je thuis gewoon niet voor elkaar. Maar het viel me wel op dat deze... in de warmte nog wel uiteindelijk echt volume hebben gekregen. Leuke conclusies. Ja, vind ik ook. Ik zeg, doe er je voordeel mee. Leuk dat je keek. Vind je meer van dit soort video's leuk? Abonneer je dan vooral even op ons kanaal. Ja. En we hopen je weer te zien op Italiëplein of hier. Ja, dat. En als je nog een goed recept zoekt om het een keer zelf te proberen, dan vind je dat recept ook op Italiëplein. Zoek even op basisrecept. Vind je een heel mooi blogje met uitgebreide uitleg. Helemaal goed. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.